Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Rekenkamer overhandigt jaarverslag aan president Chandrika Prasad Santokhi. President Santokhi, eregast bij opening vernieuwd kantoor APA Suriname. Crisisteam Openbare Werken bezoekt getroffen gebied Creola. Vlot verloop herschikking van schulden. Conceptwetten gelijke behandeling en geweld en seksuele intimidatie ingediend bij DNA. En Pater Toon overhandigt boek Binnenlandse Oorlog aan president Santokhi. De Rekenkamer van Suriname heeft het jaarverslag 2021 overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. De Rekenkamer van Suriname is een onafhankelijk college dat toezicht houdt op de financiële huishouding van de overheid volgens wettelijke bepalingen. Het jaarverslag is van eminent belang voor de financiële staatshuishouding. President Santokhi heeft bij zijn aantreden benadrukt dat de ontvangsten en bestedingen van staatsmiddelen verantwoord dienen te worden. De overhandiging vond plaats op 30 maart 2022 op het kabinet van de president. We zijn hier vandaag om het rekenkamerverslag 2021 te kunnen presenteren of aanbieden aan de president van Suriname. Het verslag is een wettelijk product eigenlijk, zou ik zeggen. Het is een verantwoording van de Kamer om dit uiterlijk voor 1 april van het jaar te kunnen aanbieden. Dus we hebben dat gedaan. Ik was vergezeld van de secretaris en de directeur van de Kamer. En in dit verslag is een uiteenzetting geweest van de werkzaamheden van de Kamer. Merendeels ook controleren van het staatshuishouden, dus eigenlijk openbare financiën. En dat is onze controletaak, geregeld in de grondwet als ook in de wet Rekenkamer van Suriname. En op basis daarvan is vandaag dan het heugelijk feit eigenlijk bij ons dat wij dit verslag mogen aanbieden aan de voorzitter van de DNA. De president van de Republiek van Suriname en vervolgens aan de vicevoorzitter van de Staatsraad. Meneer Boendi, wat zijn de uitdagingen voor de Rekenkamer? Om daarop uit te komen, er zijn een tal van uitdagingen. Ik zal het niet hebben over de knelpunten, want die zie ik gewoon als uitdagingen ook. Maar eigenlijk in vooruitzicht hebben wij gesteld dat wij gaan voor een krachtige Rekenkamer. We hebben een transformatie nu van een, of laat zeggen direct naar een geïnstitutionaliseerde organisatie. We zijn zelfstandig en die transformatie is nu gaande. Wij willen meer dienstbaarheid naar de burger toe. Dus wij willen zoveel mogelijk informatie naar de burger toe brengen over eigenlijk het overheidsgebeuren, overheidsfinanciën. En wij toetsen, wij controleren. In deze dan ook wel vaker de maatschappelijke onderwerpen. En wat is het volgende traject voor de Rekenkamer nu? Het volgende traject voor de Rekenkamer is sowieso ons begrotingsregeling van 2018 controleren. Maar desalniettemin, wij hebben meerdere controle taken, wettelijke taken. En die gaan wij uitvoeren, waaronder de controle op parastatale instellingen, als ook op de controle op de ministeries. Het gaat merendeels ook dat wij de omslag willen maken naar preventieve controles in plaats van alleen historisch. Dus dat is een hele omslag en wij willen ook weer veel meer gaan focussen op de doelmatigheid. Dat gebeurt nog niet, maar in samenwerking met partners, internationaal als nationaal, willen wij dat wel gaan bewerkstelligen. President Chandrika Prasad Santokhi is eregast geweest bij de opening van het pas gerenoveerde kantoorpand van APA Suriname.
Tijdens de opening op woensdag 30 maart 2022 is ook de kick-off gegeven van een nieuwe drillingcampagne. Aishel Bradley, External Affairs Representative van APA Suriname, geeft in gesprek met de Communicatiedienst Suriname aan dat het bezoek van de president aan het bedrijf de goede samenwerking tussen Apache, Staatsoliemaatschappij en de Surinaamse overheid kenmerkt. We have the presence here of a delegation from our Houston head office, led by our executive vice president, who will say a few words after me. The most exciting thing, of course, is that we just recently spudded the Rasper well on our Block 53, which is a concession that we have with our partners Petronas and Cepsa here present. So welcome to them also. Welcome, of course, to our partners Total on Block 58. Total Energies, I should say, I apologize. Please, you know, join us in conversation. We're very, very happy to have you all here. We're very excited about our new office, about our business outlook, the two concessions that we operate. And we'd like to thank very much our partners in Staatsolie and the government of Suriname for allowing us this exciting opportunity to work and spend time in your beautiful country, Suriname. So with that, I would like to introduce our Executive Vice President, Mr. Clay Bretschens. Good evening, everybody. And I want to say thank you to the Excellency, Mr. President Santokhi. Ambassador Williams, thank you for being here. Minister Romney, and thank you for being here as well. And all of our guests and our partners that are here tonight, many of my colleagues that are here from Houston, Texas, we love the fact that we're here in Suriname, celebrating this great occasion, celebrating this opportunity to open this office. Now, you heard earlier that we've been in Suriname for almost 8 years, but we've been in this business for almost 80 years. So we've been in the oil and gas business. We have a lot of successful operations around the world. We know we're going to grow this business here. Very excited about what we've seen, very excited about the future. We just had the opportunity yesterday to go and tour the Noble Jerry D'Souza, where we spud our well in Block 53. You know that we've had great success in Block 58. So lots of great things to come. We're excited to be in Suriname. We're excited that you all are here tonight. Welcome to you all. I hope I get a chance to visit with each and every one of you. We are honored, we are privileged that you're here to be a part of us. And we want to grow in this country. We want to grow with the help of all of you that are in here tonight. So thank you again. Have a great time this evening. Enjoy the food, enjoy the drink, and I look forward to visiting with you. Thank you. Mevrouw Bradley, APA Suriname heeft een leidende positie momenteel in de oil and gas sector, kan je zeggen. Is een dochteronderneming van Apache Houston. In welk kader kunnen we het bezoek van het staatshoofd van Suriname vandaag plaatsen? Dus we hebben vorig jaar zijn we begonnen met het renoveren van ons kantoor. Meer als voorbereiding voor onze nieuwe drillingcampagne. We hebben in 2020 voor het laat, 2021 voor het laatst geboord, begin 2021, dat was in blok 58. En nu gaan we in blok 53 als operator weer boren. We wilden daarvoor ready zijn. We hebben dus ons kantoor binnen helemaal gerenoveerd. We hebben ook ervoor gezorgd dat er nu ruimte is voor mensen die remote kunnen werken. Zodat als ze op bezoek komen in Suriname, dat ze dat kunnen doen. En na COVID en zo lang niet samen hebben kunnen socializen of netwerken, vonden we dit een hele mooie gelegenheid om onze drillingcampagne te openen. Onze office te openen en daarbij dus de president uit te nodigen. Omdat natuurlijk Suriname in de hoedanigheid van Staatsolie partner is bij onze booroperations. Het crisisteam Infrastructuur en Rampen van het Ministerie van Openbare Werken heeft zich onlangs georiënteerd in de ondergelopen gebieden te Creola in het district Saramacca. Er is gekeken naar beschikbare alternatieven om de ontstane situatie zoveel mogelijk te minimaliseren. Als tijdelijke oplossing is onder toezicht van het Ministerie van Openbare Werken een nooddam aangelegd door een plaatselijke ondernemer.
Echter wordt evenzo gekeken naar opties om de springvloed over 2 weken in de Saramacca-rivier te bedwingen en zo de schade te beperken. De oriëntaties heeft het crisisteam infrastructuur en rampen onder leiding van coördinator Rodney Bouterse geconstateerd dat er sprake is van verkaveling langs de rivier, alwaar ondertussen ook woningen zijn gebouwd. Dit wordt eveneens gezien als een van de redenen waardoor het gebied onder water loopt. Om een structurele oplossing te brengen is het bouwen van een stevige dam langs de Saramacca-rivier van groot belang. Hetgeen betekent dat in samenspraak met de districtscommissaris de issue moet worden besproken met de huiseigenaren langs de rivier. Deze bewoners moeten bewust worden gemaakt van de risico's en correct worden toegelicht waarom het bouwen van een dam via hun percelen langs de rivier noodzakelijk is. Aldus het crisisteam van openbare werken. Verder wordt gesteld dat er qua infrastructuur nog veel moet worden gedaan door de ministeries Landbouw, Veeteelt en Visserij en Regionale Ontwikkeling en Sport, naast OW in het rampgebied. De onderhandelingen met de verschillende schuldeisers van de Surinaamse regering verlopen vlot. Binnen de onderhandelingen zijn er voor Suriname enkele prioriteiten. De eerste is het kwijtschelden van een deel van de schuld. Daarnaast wordt er gestreefd naar het verlagen van de rente, verlengen van de looptijd en een latere aanvang van de terugbetaling. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een beheersbaar schuldenniveau voor Suriname. Het technisch team van Suriname is belast met de schuldonderhandelingen. Dit team bestaat uit experts van het bureau Staatsschuld, het ministerie van Financiën en Planning en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het team wordt ondersteund door het bureau Lazard. De onderhandelingen vinden plaats via een aantal parallele trajecten. Met Oppenheimer bondholders is er regelmatig overleg. Recent is een nieuw herstructureringsvoorstel gedaan met een aanzienlijk lagere korting dan bij het eerste aanbod. Daarbij is ook een value recovery mechanism voorgesteld. Hierbinnen wordt een deel van de schuldkorting gecompenseerd met toekomstige offshore olieopbrengsten. De schuld wordt aanzienlijk omlaag gebracht, maar bondholders kunnen achteraf wel gedeeltelijk worden gecompenseerd wanneer betere tijden aanbreken. De bondholders zijn bezig het aanbod te analyseren. De indicaties zijn tot zover positief. Vanuit het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zijn recentelijk 2 conceptwetten ingediend ter goedkeuring bij de Nationale Assemblée. Het gaat om de conceptwetten gelijke behandeling en geweld en seksuele intimidatie. Er vindt volgens onderdirecteur juridische en internationale zaken op het ministerie van AW&J, Glenn Pirou, nog steeds seksuele intimidatie op de werkvloer plaats. De seksuele intimidatie heeft niet alleen betrekking op vrouwen, maar ook op mannen. Het gaat om een ieder die participeert op de arbeidsmarkt. Er zijn 2 wetten nu in behandeling. En we moedigen de media en de samenleving aan om het te blijven volgen en een bijdrage te leveren, kritisch. En de minister heeft al in eerste ronde een heleboel vragen beantwoord. En er volgen nog 2 rondes, dus we kijken uit naar die 2 rondes. En we sporen u aan om het ook te blijven volgen. Gelijke behandeling. 1 wet en de andere wet geweld en seksuele intimidatie. Over geweld wil ik even kort aangeven dat het een onderbelicht onderwerp is. Geweld, dat denken we vaak aan slaan of fysieke dingen. Maar we hebben ook pesten op de werkplek. Pesten op verschillende manieren. Dus die wetgeving gaat dat ook aanpakken. Pesten.
Wanneer die wetgeving er is, dan heeft arbeidsinspectie regels om mee te werken. Want die regels zijn er nog niet. Dus wanneer die regels zijn, belangrijk dat we die regels maken. En iets dat we moeten benadrukken, die gelijkheidswetgeving en die wet seksuele intimidatie, die heeft niet alleen betrekking op vrouwen, om die positie van de vrouw te versterken, maar het heeft betrekking op die brede arbeidsmarkt, mannen en vrouwen en iedereen die participeert op die arbeidsmarkt, die kan slachtoffer zijn van zowel geweld als discriminatie, als van seksuele intimidatie en geweld. We hebben ook een proces, het is recent in gang gezet door de minister, versterking van die boetes, zodat de handhaving vruchten afwerpt en effectief is. Dus daar zijn we dus de fase van de staatsraad al gepasseerd. Dus we kijken uit naar behandeling in de Nationale Assemblee, hogere boetes, waarmee we dan een betere naleving kunnen afdwingen. En dan hebben we in de wet, en dan vragen we wel de aandacht voor dus van de samenleving en de pers, flexibele arbeidstijden, wetgeving. Want we hebben meegemaakt in die coronaperiode van huis uit te werken. Later beginnen, vroeger eindigen, al dat soort flexibele zaken. Het is duidelijker voor ons geworden dat het nodig is. Want we hebben corona gehad, wat krijgen we volgend jaar, dat weten we niet. Aan calamiteiten. Dus we hebben in de Nationale Assemblee, het ministerie heeft gedeponeerd een wet, flexibele werktijden, om ook aan de behoeften van moeders, vaders, maar ook mensen die ouders hebben in huis, familieleden die ze verzorgen, om ook aan hun behoeftes te voldoen. Pater Antonius Toon te Dorsthorst heeft zijn laatste boekwerk genaamd De Tragiek van de Binnenlandse Oorlog Suriname 1986 tot 1992 op 24 maart 2022 overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Met dit boek tracht de geestelijke leider Surinamers te ondersteunen hun eigen geschiedenis te leren kennen. De titel van het boek is De Tragiek van de Binnenlandse Oorlog, Suriname 1986 tot 1992. Wat heeft u ertoe gedreven, geïnspireerd om dit boek te schrijven? Nou, het is eigenlijk een vervolg op een boek wat ik 2,5 jaar geleden geschreven heb onder de titel Pater Toon Bosland Pater. Heel veel mensen hadden me al eens gevraagd, Pater, je hebt zoveel meegemaakt in die ruim 50 jaar Bosland werk. Dat mag niet verloren gaan. Je moet een boek schrijven daarover. Het is een soort autobiografie geworden. Maar daarin wordt dus ook mijn werk en verschillende gebeurtenissen in Suriname, de militaire periode, maar ook de Binnenlandse Oorlog beschreven. En daar heb ik dus materiaal verzameld. Ik was een beetje bang om het te noemen de Binnenlandse Oorlog, want dan verwachten mensen een soort standaardwerk. Toen heb ik het genoemd De Tragiek van de Binnenlandse Oorlog. Nou, ik denk dat we als Surinamers onze eigen geschiedenis moeten kennen. Dat dat heel belangrijk is en dat we er ook lering uit moeten trekken. Want wat er in die 6 jaar gebeurd is, is natuurlijk niet goed geweest. Helemaal niet. Dus ik heb het dinsdag ook mogen aanbieden aan de minister van Onderwijs. En ze zegt ook, misschien zou het goed zijn om dit boek ook op middelbare scholen, bibliotheken te leggen. En ik heb aangeboden om te overwegen, te overleggen om daar een bijdrage aan te leveren. Kijk, je moet altijd naar de toekomst leven. Maar soms moet je je eigen geschiedenis kennen om niet diezelfde fouten weer te herhalen die er gemaakt zijn ruim 30 jaar geleden. De Surinaamse mens in het algemeen niet geweldig op de hoogte is wat er in die periode gebeurd is van de Binnenlandse Oorlog. En er is relatief ook niet zoveel over geschreven. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we onze geschiedenis kennen om van daaruit naar de toekomst te gaan.
We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.